Dit is Malaga aan de Spaanse zuidkust. Tot voor kort een nogal sjovele havenstad en tegenwoordig een stad van schoonheid en cultuur. Om materiaal voor een nieuw boek te kunnen verzamelen heb ik hier meer dan 15 maanden kunnen wonen. Dertig jaar geleden verbleef ik voor het eerst in Andalusië. In het begin in een dorpje in het bergachtige binnenland. Later in de stad Sevilla. Het jaar erna, tijdens een voettocht met een ezeltje, hoorde ik over een heel bijzonder onderwerp. Dat onderwerp had te maken met de Semana Santa, de week voor Pasen, die in Malaga minstens zo groot wordt gevierd als in Sevilla. De voorbereidingen voor dit gigantische samenwerkingsproject duren het hele jaar. Meer dan 40 broederschappen organiseren een eigen processie en dragen beelden rond op zogenaamde tronen. Dat is een surreëel schouwspel. Je loopt in een droomwereld, een voorjaarsorgie. In Malaga komt er een extra dimensie bij. Want traditioneel wordt er ieder jaar tijdens een van de processies een gedetineerde uit de provinciale gevangenis vrijgelaten. Doordat ik ben opgegroeid in het gevangenisdorp Veenhuizen, midden tussen de gedetineerden, intrigeert dat me al sinds de tocht met de ezel. Pas nu heb ik kans gezien me erin te verdiepen, van binnenuit en van heel dichtbij. De veroordeelde crimineel die wordt vrijgelaten blijft altijd anoniem. Tijdens mijn verblijf in Malaga heb ik het onderwerp en alles wat er aan vastzit verbonden met mijn eigen bestaan. En ja, daardoor gaat het boek ook over het leven hier en over hoe je hier anders naar jezelf gaat kijken. En dat er een gevangene wordt vrijgelaten vindt vrijwel iedereen in Malaga volstrekt vanzelfsprekend. En dat ben ik eigenlijk gaandeweg gaan begrijpen.